Smart Hub, een programma over slimme verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven in de Blokkerspoort. Innovatieve contacten in verrassende tafelgesprekken. Smart Hub vanuit de Blokkerspoort. Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar Smart Hub TV. Een wonderlijke naam die ik graag nog een keertje uitleg, al is het de laatste uitzending van een serie van 8. Smart staat voor slim, hub voor verbindingen en dat is wat de Blokkerspoort wil doen. U zult het merken in deze uitzending, wij zijn allemaal op een of andere manier betrokken bij de Blokkerspoort. Zoals de afgelopen tijd eigenlijk altijd is Janneke Stuiven mijn co-presentator en jij stelt de gasten voor. Ja. Zoals altijd, laatste keer voorlopig, maar we gaan natuurlijk gewoon door, veel te leuk. Vandaag hebben we weer een nieuwe gasten aan tafel. Begin bij Erik Voigt van de Friesian Design Factory, collega van mij. Daarnaast zit Alexander van der Sar van de Things Network, daar kom je vandaag wat over vertellen. En hier naast mij zit Margaret Havinga van Regelpunt, ook van het, jullie doen wat met het Fries Straatfestival. Maar we beginnen eerst met echt een beetje een technisch verhaal volgens mij. Want voor mij gaan we eerst kijken naar wat Alexander allemaal doet. Want jij zit bij Things Network. Klopt. Ja. En voor mij hebben we daar ook een filmpje van wat nou eigenlijk is. Want dat, ik vind het maar ingewikkeld, maar misschien dat ik het zo meteen echt goed snap. En ga dat gewoon... is de bedoeling, hoop ik. Ja. Ja, en anders stellen we gewoon heel veel vragen. Ja. Ja. Nou, laat het filmpje maar zien, zou ik zeggen. Imagine an Internet of Things data network that's created by the people and free and open for everyone to use. That's our mission at the Things Network. We are a group of people that is building a global, crowdsourced, open, free Internet of Things data network. New technologies allow for things to connect to the Internet without Bluetooth, 3G or Wi-Fi. This technology is called LoRaWAN. It's very battery efficient, so devices can last up to 3 years. It's long range, it has a reach of around 10 kilometers, and it's low bandwidth, ideal for the Internet of Things. The good thing is that this network can be built at a fraction of the cost of traditional mobile data networks. The bandwidth used by LoRaWAN is open, and the network equipment is low cost. In the old world, building such a network was up to large corporations. We built the network ground up, funded by its users. So with a small group of people, it's possible to provide data connectivity for an entire city. It's our mission to support that globally. The city of Amsterdam was covered in 4 weeks, and use cases were built on top of that, starting from the first day. We believe the abundance in Internet of Things data connectivity we're providing result in exponential innovation in the Internet of Things. You are the network, let's build this thing together. Volgens mij zijn er mensen die dit doodeng vinden als we alles aan elkaar gaan verbinden. Dat klopt. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die dat eng vinden. Maar het biedt ook heel veel voordelen. Ja. Je kunt heel veel zaken in de gaten gaan houden. Boeren kunnen hun land in de gaten gaan houden qua vochtigheid in de grond. Het wordt steeds warmer. Mm-hmm. Dus ze kunnen vanaf afstand in de gaten houden hoe de grond zich gedraagt. Je kunt containers gaan uitrusten waar ze zijn. Of ze dicht bij een pand staan, ja of nee. Je kunt heel veel dingen gewoon gaan bewaken. Je kunt ook de omgeving een stuk veiliger maken en echt grip op je omgeving gaan krijgen. Maar dat kan toch allemaal via 4G en weet ik het allemaal? Klopt. Wat is het extra wat jullie doen? 4G is vaak commercieel, dus je hebt elke maand een bedrag wat je aan een provider moet betalen. Het verbruikt heel veel energie, dus je kunt een telefoon moet je elke 2 dagen opladen. Nou, sensor ben je een week en dan houdt je sensor ermee op. LoRa is een techniek, heeft het vermogen van ongeveer wifi, dat is heel weinig verbruik. En kan een jaar of 3 op een batterij draaien. Dus je zou je sensor in die container kunnen plaatsen en 3 jaar lang hoef je er niet naar om te kijken. Het is wel een hele lage bandbreedte. Dus met 4G kun je filmpjes gaan versturen. LoRa is echt bedoeld om temperatuur te versturen. Echt berichtjes van 20 karakters, zeg maar. En niet om hele grote data bestanden over te zetten. Nou kom je 1 keer in de zoveel tijd hier beneden in de Blokkerspoort. Want dat is de link die we met elkaar hebben. In de Friesian Design Factory. Waar praten jullie over? Over van alles en nog wat. We zijn begonnen om een community op te bouwen. En zo ben ik ook bij de Blokkerspoort en de Friesian Design Factory terechtgekomen dankzij Erik. En dan komen we met 10 bij elkaar. Dat zijn ondernemers en gewoon enthousiastelingen die dit leuk vinden. En ik praat over hoe werkt het netwerk, want het wordt echt nu opgebouwd en de software is in ontwikkeling. Dus hoe zit het met de beveiliging? Kan ik het berichtje lezen van jouw sensor of van de sensor van Janneke? Hoe werkt dat allemaal? Heb ik nou 7 afleveringen geprobeerd om haar sensor te Nee, maar dat lukt niet.
Het is wel heel leuk, want de Friesian Design Factory die heeft de mogelijkheid, ruimte om groepen enthousiaste mensen of met bepaalde innovaties een plekje te geven. Maar ik ben ook niet zo techneut, dus de eerste keer dat ze hier waren... Hou op, Erik, jij geen techneut. De eerste iPhone heb ik bij jou gezien, de Google Glass. Heb je die holobril ook bij je toevallig vandaag? Nee, maar ik hoef het niet te maken. Dat laat ik aan anderen over. En die techneuten die gingen los. Nou, ik was vrij snel ze ook kwijt. Maar als je gaat kijken van wat je er allemaal mee kan, dan is dat wel heel gaaf. Ja. Hoe werkt dat nou? Want je hebt hier wat techniek op tafel liggen. Maar... Ja, je zag net in het filmpje al een kastje wat tegen het raam aangeplakt werd. Dat komt pas halverwege dit jaar beschikbaar. Dit is de gateway. Daar heb je gewoon een aantal nodig. Een bereik van een paar honderd meter tot 20 kilometer zichtverbinding. Dus dat is je toegangspunt tot het internet der dingen. En dit is bijvoorbeeld, het is nog een prototype, dus het ziet er redelijk rommelig uit. Een vochtigheidssensor, die druk je in de aarde. De zender die stuurt de data de lucht in en wordt door het apparaat ontvangen. Inmiddels zijn we ook zover dat het apparaat data terug kan sturen. Als je hier ook nog iets zou willen aansturen om... de watersproeier aan te zetten, zodat het land weer vochtig gemaakt wordt. Maar je zit met 20 man bij elkaar en iedereen heeft natuurlijk een andere oplossing bedacht. Een andere toepassing. Klopt, we zijn echt aan het zoeken van wat voor toepassing hebben we nodig. Mensen komen uit verschillende disciplines. Iemand die heeft een aantal schapen die zegt, joh, als een schaap ziek is, dan weet ik nooit wat het beest is. Die gaan ergens in een bosje liggen. Als ik daar een batterijdingetje aan kan hangen wat 3 jaar lang meegaat en ik weet waar die schapen uithangen, dan kan ik er veel beter verzorgen. De andere heeft een bijenkorf, bouwbedrijven zitten aan tafel om te zeggen, hey, daar kunnen we ook wat leuks mee doen. Mensen die wildlife aan het traceren zijn in Afrika tegen stroperij. Ja. Dus het is heel divers. We zijn echt aan het zoeken van, wat gaan we bouwen? Moeten backends worden gemaakt? Want dit is techniek. Dat is leuk, dat maken we 1 keer, maar daarna moet een gebruiker er ook wat mee kunnen. Ja. Maar als je dus mensen hebt die hier enthousiast om worden, dan kunnen ze gewoon bij jou aanschuiven 1 keer per maand? Ze kunnen aanschuiven. We hebben een Facebook community opgestart. Dan meld je je aan. Dan zie je wanneer wij weer een event hebben. De frequentie is nog vrij onregelmatig. Maar ze af en toe zeggen, joh, we hebben weer wat nieuws en we gaan bij elkaar zitten. En we gaan wat doen. En wie is er nou welkom? Als ik nou bijvoorbeeld helemaal niets technisch weet of daar heel bang voor word, dan... Kom graag, want jij hebt andere problemen. Jij kunt juist net met een probleem komen waar wij misschien wel een oplossing voor hebben. Want ik had geen verstand van schapen, nog steeds niet. Maar die man die had wel een probleem en daar kunnen we oplossingen voor maken. Dus eigenlijk is iedereen gewoon welkom. Techneut, bedrijf, iemand die gewoon zegt, ik wil zo'n ding op zolder neerzetten. Maar ook een consument, zeg maar. Want ik hoor nu heel veel meer bedrijfsmatige toepassing. Maar gewoon de huistuin en keuken persoon. Ja, alleen we zijn nu nog vooral welkom om mee te denken. Ja. Mogen meespelen. Als ze zeggen, ik wil gewoon eens weten hoe het werkt. Help mij eens een keer een kick-off te geven. Ja. Zijn ze welkom. We hebben nog geen kant-en-klaar product. Dat ik zeg, weet je, ik heb die vochtigheidssensor voor je in een doosje liggen. En die kun je meenemen. Het is nu nog echt vooral doen, meebouwen, meespelen. Ja, ontwikkelen. Maar wij praten hier in de Blokhuis Poort over een smart building. Mm-hmm. Is dit nou iets wat we hier zouden kunnen gaan toepassen? Bijvoorbeeld voor, laten we temperatuurmeting. Temperatuur? Ja? Zouden we nu meten dat het hier gruwelijk heet? Hier is het heel warm. Ja, dat klopt. Nee, daar kunnen we voor gebruiken. Je zet zo'n gateway neer. En het is een gereedschapsstukje in een gereedschapskist. Want voor video pak je 4G. Ja. En zeg ik wil gewoon de temperatuur meten. Of al deze deuren in het pand. Er zit hier nogal wat in de oude gevangenis. Ik wil weten of ze open of dicht zijn. Dan plak je zo'n sensor erop. Dat is heel handig. Ja. En het kan. En je hoeft dan ook niet elke week een batterij te vervangen. Dus dat daar is het. Het is een van de onderdelen voor een smart building. Dit is iets wat we nog lang niet overzien. En wat een enorme toekomst kan hebben, denk ik niet, Erik? Ja, absoluut. Nee, je moet je voorstellen dat dit, het is een open netwerk, dus iedereen kan daarin meedoen. En omdat het zo goedkoop is, omdat ook deze onderdelen relatief goedkoop zijn, kan iedereen daarmee aan de gang. Is het niet weggelegd voor alleen maar de grote bedrijven of de beste innovatiebedrijven. Mm-hmm. En dat maakt het leuk, en dat maakt ook leuk dat er dan heel veel diverse oplossingen komen. Ja. Leuk, leuk. Ja. Nou gaan we vast nog veel van horen. Hier komt heel veel van de boven. Ja. Margaret, eind van de maand is het feestje weer, hè? Ja, gaan we weer los. Straatfestival. Ja. Even om in de sfeer te komen, we gaan naar een filmpje kijken van vorig jaar. Ja. Want het was weer mooi. Thank you.
straatvoorstellingen die zijn natuurlijk heel belangrijk, maar het is veel meer, hè, het straatfestival. Ja, het is veel meer. Het is wel onze hoofdgebeuren natuurlijk, straattheater. Maar daarnaast hebben we ook heel veel dansvoorstellingen. Dat is weer een hele andere kunstdiscipline natuurlijk. Beeldende kunst neemt ook steeds meer een rol in ons festival. En natuurlijk ook de muziekpodia. Ja. Dus dat is ook altijd erg gezellig. Er was sprake van dat het korter zou zijn. Het was die recente kwestie. Ja, dat was een recente kwestie. Ja, dat gebeurt heel vaak. Maar we hebben een beetje op de tafel geslagen van dat doen we niet. Nee, we hebben, nou ja goed, daar is veel over gepraat en telefoontjes en mail en contact geweest. Maar uiteindelijk is het gelukkig wel gelukt. Maar ben jij dan ook voor die financiën het regelpunt? Ja. Dus, zweten geweest, hè? Dat was wel zweten, ja. Met name ook omdat het tijdje op een gegeven moment inhaalt. En op 15 maart kregen wij te horen van, jullie kunnen los. Eind mei moet het staan. Dus dan kun je ongeveer voorstellen wat dat in de organisatie betekent. Dus dat was voor de rest van het team ook daarna enorm zweten om alles gewoon nog op tijd voor elkaar te krijgen. Maar er staat weer een geweldig programma. Hoe kom je aan die acts? Wij hebben een hele goede straattheaterprogrammeur. Zij doet het al jaren. En zij gaat ook in de zomer, meestal in de zomer gaat ze naar Frankrijk en Spanje en België, noem maar op. En dan gaat ze kijken naar diverse acts en dan zien van nou, dit zou erg mooi zijn op het festival. En zo wordt er eigenlijk een soort van voorkeuze al gemaakt. Ja. En daarnaast heb je in Nederland ook veel impresariaten waar we contact mee hebben. Waar veel acts ook geboekt staan, zeg maar. En die kun je dan boeken via het impresariaat. Wat voor budget hebben jullie nou eigenlijk? Een totaal budget dit jaar is, dan moet ik eventjes goede dingen jouw zeggen. Jouw salaris mag je eraf trekken, maar dan. dan blijft het nog een ton. Nee, ja. We werken zeg maar met een €160.000 in totaal. Ja. En daarvan programmeren we dus nu weer 3 dagen. Of dat zijn niet volle dagen. De vrijdagavond, de hele zaterdag en de zondagmiddag en een deel van de avond. Wat is het hoogtepunt dit jaar? Ja, dus er zijn een aantal. Dat zeggen jullie elk jaar, maar dat is ook zo. Waar jij zegt, daar ga ik heen. Ja, wat ik zelf echt geweldig vind, maar dat komt ook omdat ik zelf ook heel erg van dans hou. Dat is de voorstelling van Woest. En, dat Woest, lijkt me leuk, jou een keer hier. Denk ik, ja, Woest dansen. Nou, laten we dat niet doen. Maar Woest die neemt ook het publiek mee. Er zijn ongeveer 100 mensen. En die doen een route. En op die route kom je allemaal verschillende dansacts, beeldende kunstachtige dingen tegen. Ook heel interactief met het publiek. Want het publiek krijgt ook een soort instrumentje mee waarmee ze een beatje kunnen maken. En daar wordt dan ook op gedanst. Dus het is een hele mooie, bijzondere act. En ook het mooie is dat je ook gewoon een route loopt. Dus je gaat gewoon door een heel deel van de stad. Als je nou nog nooit geweest bent, moet je daar dan mee? Of zeg je, nou dan kun je ook eens daar gaan kijken? Of... Nou, als je nog nooit bent geweest, dan denk ik dat het sowieso alleen al heel leuk is om gewoon door de stad te lopen. En je komt zoveel dingen tegen. En dat zag je net al in het filmpje. Straattheater heeft ook niet altijd, maar wel vaak te maken met ook met de interactie met je publiek. En dat vind ik, dat zag ik nu ook weer op het filmpje, dat is het mooie ook van straattheater. Dat je mensen naartoe ziet lopen en vreemd ziet kijken of lachen of zoiets hebben van wat is dit, maar er gebeurt altijd iets. En die emotie, zeg maar, dat vind ik echt heel geweldig. Je staat ook met je neus bovenop, hè? Je staat niet naar een hoog podium te kijken. Nee. Of zo. Nee, dus je komt het is inderdaad waar, het is heel toegankelijk, want het is echt letterlijk op straat. En je komt het hoe dan ook tegen. Dus je kunt er gewoon niet omheen eigenlijk. Nee, dat ik weet ook wel dat ik eens op een zaterdag gewoon dacht rustig in Leeuwarden te lopen. En toen moest ik ineens midden op de Nieuwstad wachten voor een spoorboomovergang. Want ja, daar moest de acteur oversteken. Ja, dat gebeurt dan soms. Ja, en wat dit jaar trouwens, die moet ik ook absoluut even noemen. Dat is een act met, dat zijn 9 enorm grote dinosaurussen. Die gaan over de Nieuwstad. En dat is heel indrukwekkend. Het is een prachtige
prachtige act. Ik zit nu heel hard te denken naar de naam van... Maar dat is net zoiets als de Giants die we in 2018 hopen te krijgen? Nou, dat is wel... Die zijn echt giant, namelijk. Okay. Dus dat zijn wel enorme afmetingen. Ook geweldig. Ik zeg super mooi dat dat hier komt. Maar dit is een soort van... In een minimize versie zou je het kunnen vergelijken. Maar ze zijn wel ook wel echt enorm groot. Lijkt het een beetje op die rotsmannen die je vorig jaar had? Ja, de Stone Age was dat. Ja, maar dit is dan nog wel groter. En het is ook meer uitgerekt, zeg maar. Dus het is een heel mooi beeld. Ja. Het is, ik probeer altijd wat vroeg te zijn. Bijvoorbeeld op de zaterdagmiddag. Dan is er weinig publiek. Dat had ik nou eigenlijk niet moeten vertellen. Want nu gaat iedereen vroeg. Maar... Dan heb je dus oogcontact met de artiesten en ja, dan word je het slachtoffer vaak. Mm-hmm. Dat vind ik dan wel weer leuk om een slachtoffer te zijn. Maar als je dan zo'n mannetje in zo'n steeg ziet staan die dan zo heel onnozel je aankijkt van wat is er aan de hand. Dat vind ik heerlijk. Ja. Die onnozele uitdrukkingen, dan denk ik, zo hoop ik ook ooit te worden onnozel. Je weet zeker dat jij het mannetje niet was in de steeg, Wout? Daar heb ik ook altijd mijn hond op gekocht. Want ik hoop zo te worden als die hond, dat wel. En het is soms heel mooi om te zien dat door dit soort hele simpele dingen, dat je mensen wel in beweging kunt krijgen. En dat vind ik het bijzondere ook van straattheater, dat het zoveel kan doen met mensen. We hebben ook één keer een gedichtentafel gehad. En mensen moesten dan ook gaan zitten en dan lagen koptelefoontjes, dan kon je opdoen. En ik had echt vooraf zoiets van, nou volgens mij gaan mensen dat echt niet doen. Want het is toch best wel, je moet gaan zitten en daar moet je wel even de tijd voor nemen. Die tafel heeft de hele middag ook echt vol gezeten. Dus mensen vinden het ook, die willen ook juist participeren. Ja, vinden ze echt enorm leuk. Het zijn allemaal vooraf geboekte dingen. Hè? Het is niet zo dat de plaatselijke straatmuzikant nog even mee kan doen. Nee. We werken wel ook met natuurlijk lokale acts. Vinden we ook heel erg belangrijk. En bijvoorbeeld ook theaterschool Emiel. Heet nu anders, Emiel Theater. Ja, oké. Okay. Maar goed. En Inke van Duin en Marlies Seintzen. Dus die zijn er ook eigenlijk altijd wel. Dus ook goed om je lokale talenten ook een podium te kunnen bieden. Maar dat moet wel allemaal van tevoren geboekt en geregeld zijn. Dus we willen niet zwartlopers of dat soort partijen op ons festival hebben. Nee, want dan weet je kent namelijk ook niet de kwaliteit. En dat vinden wij erg belangrijk. We willen wel ook die kwaliteitnorm hoog houden. Ja. En wij zijn ook erg bezig, dat is dit jaar ook enorm leuk. We hebben een aantal acts van net afgestudeerde mensen, bijvoorbeeld iemand van D-Drive en mensen van Stenden en NHL. Nou, we zijn ook wel met circusscholen bezig. We zijn ook nu acts van circusschool Tilburg, dat zijn ook net afgestudeerd. Okay. Dus daar willen we ook de komende jaren, circus wordt ook meer ons speerpunt, nieuw circus, dus niet oud circus. Dat is een heel groot verschil. En daarom willen we ook die samenwerking met die circusscholen ook meer aangaan. Okay. En daar hebben we dit jaar al een mooie aanzet voor. Helemaal leuk. Nou, we gaan er allemaal naartoe op. Dan moet ik het even goed kijken. 27 tot 29 mei. Nou, mag u niet missen. Allemaal naar Leeuwarden. Erik, in jaren geleden, ongeveer vorig jaar, had je een leerling. Janneke. En daar heb je samen een project mee gedaan in het Groningen Museum. Ja. En daar ben jij zelfs politieagent. Let u op. Nu komt Erik als politieagent. Mijn naam is Bastiaan van Dijk. Ik ben operatieleider van het ECHO-initiatief. Het ECHO-initiatief biedt een platform aan vrijwilligers zoals u om gebruik te maken van de geavanceerde apparatuur van de IKPD. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld. Ten gehore dat u mij aan het onderzoeken bent. Waarom is de IKPD naar mij op onderzoek? De IKPD is bijzonder trots op het ECHO-initiatief. En ik vertrouw er dan ook op dat u zult slagen met behulp van dit onderzoekssysteem. Wat heeft de IKPD over mij verteld? Dat ik een crimineel ben?
Ja, dat was een soort jongensdroom, denk ik, Erik. Ja, dat was heel leuk om te doen. Ja, maar wat deden jullie daar samen? Wat hebben jullie daar gemaakt voor dat museum? Een interactieve beleving in het museum om eens op een hele andere manier door het museum heen te gaan. En dat was eigenlijk een soort van digitale detective. Je wordt als je in het museum de tablet en de iPod ophaalt, word je zeg maar onderdeel van een speciale recherche unit. En dan ga je op jacht naar de vervalser, maar zou ik zeggen. Of ja. Althans, dat denk je. En meer vertel ik er niet over, anders vertel ik alles. Dat moet je doen in het museum. Maar als ik nou even, we zitten hier van de Blokhuispoort. Dit is dus eigenlijk wat we van de Blokhuispoort nodig hebben. Dat zou wel leuk zijn. Ja, tuurlijk. Ja, we kunnen het ombouwen. Want er zit hier genoeg geschiedenis, genoeg ellende, genoeg vreugde zou ik haar zeggen. Ja. Gaat het regelpunt dit regelen of is dit technisch uitvoerbaar? Ik zeg, daar zitten leuke dingen bij. Ja. Wat ik leuk vind, en dat heeft te maken met mijn passie, maar ook met mijn werk, is nieuwe dingen bedenken. Ja. Vooral met behulp van multimedia. Ja. En dat kan tegenwoordig zo verschrikkelijk veel. En dat het leuk is om daar dingen voor te bedenken. En in dit geval was het Groningen Museum ook heel open om eens een keer iets compleet anders te bedenken of toe te laten. En hebben we dat kunnen ontwikkelen voor ze. Ja. Ja, en dat kan hier ook. En dat kan ook in het Fries Museum. En dat kan ook als onderdeel van het Fries Staatfestival. Het is er allemaal. Laten we het zien. En, ja. En nu is het zaak dat we dat wat verder brengen. En onder de aandacht brengen. En kijken of we er nog meer van dit soort projecten kunnen doen. Leuk. Maar dat doen jullie dus vanuit de NIL? Was in je eigen bedrijf, want ik heb op je Facebook gekeken. Ja. En toen heb ik je gevraagd, wat zet ik op het titelbordje, want was niet groot genoeg. Ik werk bij de NL Hogeschool en dat doe ik met 4 dagen met alle liefde. En ik heb 1 dag nog mijn eigen bedrijfje en ik ontwikkel samen met een aantal andere bedrijven concepten, zoals Echo. En bij de NL ben ik dan verantwoordelijk voor de Frisian Design Factory. Ja, en dat is een plek binnen de NL, maar dat zit dan hier in de Blokhuispoort, waar we met studenten juist innovatie gaan ontwikkelen. Want dat is de Frisian Design Factory. Nou, praten jullie even verder. Ja, wij zitten hier ook. Dat is jullie feestje. Ja, jij vroeg me vanmiddag nog, Janneke, wat heeft dit er nou mee te maken? En ik zit me nu aan het af te bedenken, toen wij dit deden, toen was jij net bezig met de Frisian Design Factory, zei ik, nou, dat wil ik wel meedoen. En zo eigenlijk zijn wij ook zo samen weer verder gerold hier in de Blokhuispoort. En zijn we hier nu mooie en leuke dingen aan het doen. Tenminste, vind ik wel. Want jij bent aangehaakt. Zijn hele leuke dingen. Network en, voor het Friesstraatfestival hebben we vorig jaar nog wat gemaakt. We hebben een grote zitzone voor jullie helpen maken. Dat was ook bij ons. We zaten nog niet hier. Dat vind ik altijd zo leuk, dat ik dan zo weer alle links zie hoe dan alle dingen hier weer worden verbonden en al zijn verbonden. Ja, en dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen is het verbinden. Eén klein bedrijfje of één groot bedrijf kan best heel veel betekenen. Maar als je met elkaar dingen samen gaat doen, dan wordt het veel leuker, allereerst. En je kan veel meer bereiken. Ja. En binnen de NL is het Frisian Design Factory een plek waar alle studenten terecht kunnen. Dus niet één groep studenten van één opleiding. Maar studenten van theater bijvoorbeeld. Studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design. Maar ook van SPH of van Commerciële Economie. En die vormen teams. En die gaan dan met een bedrijf gaan ze proberen iets te ontwikkelen. Nou, ik heb bij een gesprek van Omrin Estafette gezeten over de kleding, het oude kleding. Wat gaan we ermee doen? Recyclen van oude kleding. Oude kleding, maar dan dat werden tassen op een gegeven ogenblik in de gedachtenwereld. En dat binnen 1 dag werd daar een concept neergezet dat ik dacht, dat is heel handig voor zo'n bedrijf. Ja, en dat bedrijf kwam daar ook achter. En de directeur die was erbij, die was heel sceptisch in het begin. Van wat moet ik nou? En het kost me tijd zo'n dag. Ja. Eind van de dag zei hij van dit had ik nooit verwacht. Wat geweldig. Ja. We hebben zo 3-4 ideeën opgedaan vandaag waar we echt iets mee kunnen in onze bedrijfsvoering. Ja. Nou, dat is heel veel waard. En de studenten leren daarvan, de mensen uit het bedrijf, uit Omrin, als voorbeeld, als bedrijf leren ervan. En laten we hopen dat we met elkaar een beetje betere wereld voor kunnen maken. Want dat is wel het idee. Wat wil je bereiken met die Frisian Design Factory? Hoe moet het er over
2 jaar uitzien, want we leven snel. Ik zou het fantastisch vinden als we hier een wat grotere groep studenten rond hebben lopen. Een mannetje van 100, dat zou ik wel heel gaaf vinden. Zodat we best wel wat bedrijven en instellingen en kunnen helpen om met innovatie bezig te zijn. Je ziet tegenwoordig de economie zorgt ervoor dat sommige bedrijven de research en development afdeling niet meer hebben. Omdat dat gewoon geld kost. En laten we dat dan hier bij de Friesian Design Factory voor Friesland doen. En als wij dan met elkaar toffe dingen kunnen bedenken, waardoor die jongeren wat langer in Friesland blijven, omdat ze niet naar het westen hoeven, omdat we het hier ook tof hebben. Vind ik dat we geslaagd zijn. Ja. Ja. Ik denk ook dat het is dat wij zeggen van we willen, het is allemaal mooi en we kunnen heel veel dingen in, maar we willen dingen ook echt op gaan lossen. We willen ook dingen gaan doen of dingen gaan maken en mensen daar ook inderdaad in een dag of soms langer op langere projecten gewoon in helpen. Dat zit ik me af te vragen. Het is nu inderdaad een vrij kort steeds. Maar als je door gaat douwen en je gaat een weekend hier beneden zitten met een fles whisky, moet je een eind komen volgens mij. Ja, dat gebeurt ook. Niet met de fles whisky ook. Oké. Okay. Maar we hebben verschillende vormen van samenwerking. We kunnen studenten een middag met een bedrijf laten sparren en dan gaat het alleen maar over de ideeën. Zoveel mogelijk gekke ideeën bedenken voor zo'n bedrijf. Ja. Het kan ook een hele dag, maar dan hebben we studenten, mensen uit het bedrijf en kunstenaars die we bij elkaar stoppen om toch weer op een hele andere manier bezig te zijn met de ontwikkeling, innovatie. Maar we hebben ook projecten die een half jaar duren, waar groepen studenten, zoals de Video Nerds hier bijvoorbeeld, een groep studenten gewoon mee aan het werk zijn. En die moeten dan ook om de maand iets bedenken en opleveren en laten zien. Zodat zo'n bedrijf weet wat er aankomt. Ja. En die kunnen dat dan ook verder ontwikkelen als product en dan in de markt zetten. Of ze kunnen de hele gedachtegang van de ontwikkeling kunnen ze gebruiken om zelf weer verder te denken. Nou, dat soort producten bieden we aan in de Friesian Design Factory. Ja. Ja. Nou, ik zou daar, als Friesstraat Festival zou ik sowieso wel eens een keer met jullie. Ja, want ik heb wel een paar dingen waar wij ook bijvoorbeeld afvalverwerking, plastic. Ja. Dus het zijn heel vaak ook wel milieutechnische vraagstukken bijvoorbeeld. Hoe kunnen we daar beter mee omgaan? Ik weet niet of dat ook iets is, maar we zitten ook vaak met heel veel mensen op de Nieuwstad bijvoorbeeld. En dat we mensen willen laten zitten, eerst de rij zitten ja, en dan dat soort dingen. Dus dat is waar jij het ook over hebt. Een hele simpele oplossing voor het jaar wat enorm heeft gewerkt. Ja. Gewoon een groene strook. Kunstgras neerleggen. Ja, denk ik van weet je hoe eenvoudig en vaak is het ook zo. Ja. Maar wij hebben wel meer, bijvoorbeeld met name nu die plastic glazen. Dat zou ik wel heel interessant vinden om daar eens een keertje over te brainstormen. Ja, wij doen social design zoals het heet. Ja? Dus wat kan je doen om mensen makkelijker te maken in het leven. We hebben ook technische innovatie met Alex als het gaat om Internet of Things. En juist omdat we samenwerken met aan de ene kant het publiek die het ook gebruikt. En aan de andere kant de organisatie die graag verandering wil. En we hebben de technische kennis. Kun je op hele gekke dingen komen. Er wordt één vinger in de lucht gestoken door de floor manager. Dat betekent dat we aan het eind zijn. Ach jee. Je zei het net, een half jaar. Nou jongens, dit was het mooiste half jaar van mijn leven. Want ik heb samengewerkt met de videoneurs. En vandaag zelfs een D-drive cameraman ertussen. Het hele circus is compleet. Dit kan in de Blokhuispoort. We zijn elkaar tegengekomen. Gewoon een gesprek van zullen we dit doen? Ja, dat doen we. En dat is het mooie. En ik denk dat dat ook de toekomst van onze Blokhuispoort is. Hartstikke bedankt. Met name in de richting van de techniek en alle medewerkers. Jongens, bedankt. Jullie als gasten bedankt. Wout, wat is er wat moois tussen ons? Ja, het is mooi. Ik vind het ook mooi. Daar ga ik ook echt nog lang zo van genieten. Ja, nou, mijn vrouw begreep het. Maar jouw partner zei, wat is dat een oude kerel? Dus sorry, de tijd is om. Hopelijk komen we in september terug met een nieuwe serie in een andere ambiance. Maar waarschijnlijk wel met dezelfde samenstelling van medewerkers. Ik dank u voor uw aandacht. Jongens van de Video Nerds, het blijft een rare naam. Hartstikke bedankt voor de samenwerking. We gaan er een mooie zomer tegemoet. Dank en tot in september.